Goedenavond, beste mensen. Wat goed om iedereen hier te zien. Het is even geleden dat we elkaar gezien hebben. Nou, sommigen hebben het nog nooit gezien. Toch? Maar het is vooral even geleden dat we een avond vol muziek hebben kunnen zien. Het is even geleden dat we schoolactiviteit hebben gehad in deze prachtige theaterkerk. Er zijn misschien wel mensen in de zaal. En dat is de laatste keer dat we echt met OBC hier waren. Die examen hebben gedaan in deze zaal. Is er iemand toevallig? Ja, vorig jaar was dit een examenzaal. Omstandigheden zijn bekend. En toen hebben we hier als school die leerlingen een hele fijne en rustige plek kunnen geven. Dat was eigenlijk de laatste keer dat er iets te doen was in deze theaterkerk onder de vlag van OBC Bemmel. Vanochtend waren we hier ook. Vanochtend hebben wij stilgestaan bij het verlies van een van onze leerlingen, Jesse Pietersen. Dat maakt het ook een zware dag, maar ook weer iets heel moois. De dingen die vanochtend voorbij zijn gekomen waren heel hard, ontroerend en ook onwerkelijk, maar er sprak ook heel veel liefde uit en er werden mooie momenten gedeeld. En iedereen rondom Jesse, zijn ouders, die zijn heel blij dat we vanavond ook hier zijn. Dat we dit met elkaar mogen vieren. En in tijden dat we even moeilijk houvast vinden, dat we niet precies weten waarom dingen gebeuren, dan zijn er clichés en die klinken dan opeens heel goed. Het leven gaat door. Dat zijn de woorden die Jesse's ouders ook gesproken hebben toen wij ze op school hebben mogen ontvangen deze week. Vandaar dat alles wat hier vanavond gaat gebeuren, dat we hem in het achterhoofd houden, maar dat we vooral ook heel veel van gaan genieten van elkaar en dat er nieuwe herinneringen bij gaan komen. Wij hebben er heel veel zin in, die leerlingen hebben er heel veel zin in. Ik hoop u ook. We gaan zo meteen heel rustig beginnen om jullie een beetje erbij te betrekken, erbij te laten komen. Al de hoofdrolspelers die gaan we nog wel zien vanavond, ik ga ze aan u voorstellen. Misschien doen wij ook nog wel een voorstel rondje, want ik zie toch veel gezichten dat ik denk, ja, ken ik die nou of hebben we elkaar eens een keer eerder gezien. Maar ik hoop op een hele mooie avond samen. Een avond waarop we gaan genieten. Een avond waarop we het leven gaan vieren. En we zitten gewoon helemaal vol, hè? Ja, supergoed. Ik wil graag Larissa op het podium, want die gaat het eerste liedje spelen. Ja. Het nummer, dat dragen we dus op aan Jesse. En dat heet White Roses. Vandaar dat nu de White Roses op het podium komen. Die blijven daar ook het hele concert staan. Ik ben ontzettend trots op deze groep leerlingen. Hoe die heel respectvol toegewerkt hebben naar dit concert toe. We hebben er alles aan gedaan om onze medeleerling eer aan te doen. En daarom beginnen we ook. Dit zou eigenlijk een van de nummers in het programma zijn, maar we beginnen nu. Speciaal voor Jesse, met White Roses. Ja. Succes. Dit is een nummer van Joe Buck en hij heeft het zelf ook geschreven omdat hij zou eigenlijk een oudere broer hebben. Maar die is nog overleden voordat hij is geboren. Dus ja, en dit nummer heeft eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als dat van Jesse. Dus ja, daarom wil ik deze graag aan hem en zijn familie opdragen. Thank you.
is kind of a heartache. Could have taken anyone down. And when fall comes around, I hear the sound of two people talking without any words, holding each other, even though it hurts. What holds this home together? I don't know, but I suppose it's the love behind the white roses. Het gaat iets drukker worden. Er komen meer van die schatjes op podium op. Het zijn jullie schatjes, want daarom zitten jullie hier. Het zijn elkaars schatjes, het zijn de schatjes van Filomeen. We hebben ook heel veel collega's hier in de zaal. Die hebben veel van deze kinderen in de klas. En die koesteren we. Het nummer heet dan ook Treasure. Ik was daarbij deze week. Ik mocht even het muzieklokaal kijken. Dat is een hele mooie dynamiek. Dan zitten die kinderen zijn aan het zingen en Filomeen. Die zingt ze ook toe. You are my treasure. Ze was het gewoon recht naar haar kinderen aan het zingen. Er zijn er heel veel, dus ik ga ze nog steeds niet allemaal voorstellen. Hier komt een nummer van, dat weet ik al niet meer. Ja, Bruno Mars. Ja, het swingt wel, dus succes met proberen te blijven zitten.
Het leuke was, nu als het tegen jullie, hè? Had iemand dat door? Als het tegen jullie hadden, dat is jullie koesteren. Nee, nog niemand, hè? Had het door. Hè? Ja, deze manier misschien. Ik ga nu wel een paar mensen voorstellen. We gaan zo meteen horen, bent op de bas. Moet je dan even zo poppen. Is dat leuk of? Eva op piano, Jint op zang, Larissa op gitaar, Lisanne op zang en Jorik op drums. Doe nu vast klappen, vertel ik dat. Ik zal vast verklappen hoe dit zit, waarom ze zo goed zijn. Dan zit je de hele avond af te vragen. Zoals gezegd, ik was er even bij. Wat doen ze nou als ze aan het spelen zijn? Anderen kijken en die geven feedback. Dus die schrijven dingen op die goed zijn, die beter kunnen. Daarom zijn ze zo goed geworden. Dus willen jullie nog iets leren? Vraag anderen wat ze ervan vinden. Meteen een tip voor thuis. Veel plezier. Rolling in de diep. In de. Bente, Eva, Jinte, Larissa, Lisanne, Jorik. Onthouden, hè? Dus kom nog een keer daar. Dan kun je namen gaan scanderen. We gaan naar het vierde nummer. En af en toe was ik hier al vandaag rond aan het lopen. En dan vroeg ik eens, waarom heb je dit nummer gekozen?
soms weten ze het heel goed en soms zeggen ze ja, dat is gewoon een leuk nummer. Je vroeg het ook, Maxime zei, je kan al lekker op dit nummer meezingen op een feestje. Jullie dachten dat er misschien geen feestjes waren de laatste jaren. Nee, toch waren ze hoor. Jinte gaat ook meezingen en die heeft het op Bali al ooit met karaoke gedaan. Dus hier is het gewoon in Bemmel, een beetje het Bali van Gelderland, dat zeg ik altijd maar. Hier komen. Ik had het idee, we moesten nog even op elkaar, aan elkaar wennen. Hè? Dus ik noem mijn namen, dan gaan we klappen, maar nu noem ik ze eerst allemaal en dan... Zullen we dat doen? Of iets anders. Mag ook, verrassend. We hebben Evie op piano, Femke, Jinte, Maxime op zang en Boga drummen. Ik kwam net de familie van Asten tegen bij de ingang. Die zitten vrij ver achteraan, dus lekker rammen, bro. Zoals ik. We krijgen weer een paar mensen die de boel afbreken, want zo kennen we ze. We krijgen weer een paar nieuwe gezichten. Er zijn er meer dan op mijn kaartje, dus dat is altijd goed. Ik kan wel zeggen dat Carlijn gaat zingen en Els op de bas gaat spelen en Irwin gaat zingen en Jay Lisa gaat, Lisa.
ik zou het goed uitspreken, Jelisa gaat zingen, Julia op de gitaar. Een nummer van Ed Sheeran. Het is geen artiest die meer op een, weet zo'n dier, een eekhoorn lijkt, denk ik. Als iemand wel een artiest kent die er meer op lijkt, in de pauze even bij mij melden voor een klein prijsje. Het heet Sing, maar er wordt in gerapt. Dus, nou ja, we gaan er maar naar luisteren, want anders snappen we het gewoon, denk ik, niet meer. Veel plezier. Of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we get that one out. And I don't wanna know, get in the head of the program, watch it till you find it. Hold your body close, take another step in the moment, and for the longest time, baby. I need to die from my center. If you feel the falling, would you let me know how? Oh, how? If you love me, come on, get involved. Feeling rushing through you from your head to toe. Oh, 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 sing. Oh, oh. Sobering up, sitting on the couch, one thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel you're falling, would you let me know? Oh, ooh, ooh. Oh, ooh, ooh. If you love me, come on, get involved. Feeling rushing through you from your head to toe. Superstakke drumster die ik aangekondigd had, was Lize. Ja. 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 Ik kan de voorste zes rijen zien. Iedereen ziet er gewoon best goed uit. Jawel. Op het podium wordt ook gestraald. Het mooiste pak. Ja, die vind ik wel. Het mooiste pak. Vind ik wel. Heel persoonlijk.
We gaan naar een Nederlandstalig liedje. Dus voor de mensen die tot nu toe niks hebben verstaan, deze is voor jullie. Volgens mij is Delphine in de zaal, toch? Delphine? Ja, er is pas ook. Hoi. Heb je lekker gegeten net? Of je lekker gegeten hebt? Die ging eten, ze zal beloofd om niet te gaan smekken. Oké. Okay. Hey, maar Delphine is ook een muziekcollega, muziekdocent op onze school. En die hebben pas ook een, naar ik heb gehoord, fantastisch eindexamenconcert gehad met leerlingen uit 4 VMBO. Dit nummer is daar ook gespeeld. Was er iemand bij? Ja. Ja. Dus die kunnen nu even iets voor zichzelf gaan doen. Dat heb jij gedaan. En misschien, zat ik net even een beetje te dakdromen, zijn we over een jaar of over x aantal jaren hier wel met HAVO, VWO en VMBO samen zo'n knijter van een concert uitgeven. De handjes mogen zo meteen op elkaar. Voor Carlijn op zang, Erin op kachel. Klinkt als het nieuwste virus, maar het is gewoon een instrument. Larissa op zang en Lisanne op gitaar. Zeg goed, hè? Heb je er zin in? Ja, oké. Okay. Zeg ja. Dat gaat nooit meer weg en dat heb ik.
jij gedaan? Heel mooi, heel mooi. Zijn we al een beetje warm? Zaal? Ja, kijk, het mag best eens druk zijn. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een duo. We hebben wat kwartetten gehad, wat sextetten en septetten misschien, met een stuk of 20. Ik weet niet hoe dat heet. Weer een prijs te winnen, als je dat weet. We gaan het iets kleiner maken. This is the Life, Amy MacDonald, 2000. Maarten, pubquizvraagje. 2006, denk ik. Ik kon het nooit zo goed verstaan, maar ik weet zeker dat Bente en Jint het gewoon heel duidelijk op ons af gaan vuren. Ze hebben, als ze willen tenminste. Als ze willen. We hebben pizza gegeten met z'n allen van tevoren. Er waren een paar puntjes over. Ik denk dat ze even zeker wezen snacken. Bente? Nee? Oké, nee, wat? Wat zegt u, meneer Lekkers? Nee, dat is niet waar. We mogen gewoon jij zeggen hier. Nee, zo zijn we niet. Heel veel plezier allemaal. En we... Ja, juist. Dat is het. Sleep tonight, and we're singing a song, thinking this is alive. And you wake up in the morning, and your head full twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And it's monthly crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And we're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And we're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Alive, and you wake up in the morning and you have full twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And we're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have full twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Was u ergens fan van, vroeger meneer? Had u een idool? Ja, ik een idool heb. In de muziek? In de muziek? Ja, eigenlijk wel Gloria Estefan. Gloria Estefan.
Jawel, tuurlijk. Dat is mooi, toch? Wie nog meer? Ik ben benieuwd gewoon. Waar luisteren we naar? Waar hebben we posters van op onze kamer? 1 posters? Nee? Meneer, u misschien nog als een goede fan van? Oh, dat is in deze regio heel bekend, sorry. Sorry, Egelen. Blaasmuziek. Mooi. Ja, bij deze mevrouw misschien? Posters vroeger op de kamer van een bepaalde artiest? Van Doe Maar en Jannie Vrienden. Ja, zo heeft ieder zijn favoriet, hè? Ja, dat is nu ook, hè? Deze, al deze jonge mensen hier en misschien in de zaal. De artiest van wie het volgende nummer is, is ook een groot idool, Billie Eilish. De tijd van de kindster is dus misschien geweest, die hitjes zingen die anderen geschreven hadden. Deze vrouw die maakt alles zelf, die zingt zelf en is een idool van heel veel jonge mensen in onze tijd. En ook als je denkt, er wordt tegenwoordig nooit meer iets leuks gemaakt, misschien een keer luisteren. Ja. Deze uitvoering gaat gespeeld worden door Carlijn op zang, Larissa gitaar, Lisanne op bas, Lisa op drum, dit gitaar en Nicky op zang. Heel veel plezier! You ruined everything good. Always said you were my son.
fijne uitsmijter was dat. We gaan, van iets heel stevigs naar weer iets meer ingetogen. We gaan op en neer. We hopen dat jullie bij kunnen blijven, maar we hebben alle vertrouwen ook in het publiek. Zeker. Pitch Perfect. Ik hoor altijd heel veel dingen dan die ik allemaal niet ken. Dus dan ga ik even luisteren, kijken wat het is. Je moet natuurlijk wel je blik een beetje verruimen. We kennen mensen, Pitch Perfect. Ja. Jawel, jawel. Ik heb opgeschreven, musical film cover medley. Hij was gisteren op tv. Het is a cappella, toch? Er wordt alleen maar gezongen. Ik mag niet zeggen dat iemand dan gewoon de bas zingt. Van dum. Dus, mag ik niet zeggen. Oké. Eén laatste nummer voor de pauze. Veel plezier. Heel mooi, wauw. Het gaat zo snel, hè? We zitten al bijna op de helft van de avond. Tenminste, als de avond ophoudt na dit concert. Ik weet niet hoe iedereen gaat doen. Vrijdagavond in Bemmel. Kan van de Zuid-Hamburg. Locked Out of Heaven. Volgende nummer. Weer een keertje Bruno Mars. Dus de Bruno Mars fans die worden weer verwend hier. Ik denk dat iedereen wel verwend wordt, want... Natuurlijk zit een stiekem ook te kijken tussendoor en hele mooie nummers, mooie uitvoeringen en vooral ook leerlingen die genieten. Dus dat is heel mooi om te zien. Achter mij, nu aan de zijkant, nu voor mij staan een paar blazers. Want het komt niet zo vaak voor dat het eindexamenklas muziek, dat die zoveel blazers in huis hebben. Dus dat is best wel iets speciaals. Misschien voor die eilander. Egelander, Rolzakken, Buben, feestavond, kunst gewoon. Sorry? Dat is een bijna halve kapel, zegt hij. Ja. Het zijn Evi en Mindy en Yvette en Kiki en Sarah. En daar wil ik toch even wel een heel apart, speciaal applausje voor. Nou, nu moet het wel goed gaan. We zien elkaar... Over. Nee, dat zeg ik pas daarna, hoe lang de pauze duurt. Niet alles verklappen. Veel plezier.
mooi vindt. Ja. Ik heel mooi vindt. Hakker gezegd dat het een heel mooi pak is. Ja, maar gebeurde zo'n ding. En het volgende nummer heet Magic. Dus ja, het lijkt, jullie leven niet in een droom. Het is echt, er gaat weer gezongen worden. Is er een goochelaar in de zaal? Zou ik kunnen vragen. Magic. Gaat... even gaan zitten, mevrouw, graag, want we gaan beginnen. We hebben op zang Elze, Julia, Kiki. We hebben op piano Jelisa. Op drum, Jorik. Oh, dat is goed. Meerdere meningen zijn welkom. Je mag alles vinden. Ik hoorde één boe, Jorik. Meestal, ik hoorde één boe. Eén boe in het publiek. Zo'n vriendelijke jongen. Dit was het, jullie vijven, toch? Jullie vijven, hè? Ze hebben heel veel geoefend hierop, moest ik zeggen. Veel plezier, tweede ronde. En, that is in the air, that is over there. Let me see, Karen, it feels like magic, like magic. Walking on a path that it's so clear. Never saw your face, but I felt. Maar om te bewijzen dat deze leerlingen allround zijn en ook echt wel verder terugkijken naar wat er allemaal gemaakt is, komt er nou een nummer uit 1974. Dus ze kennen hun klassiekers wel. Sweet Home Alabama.
Toen vroeg ik aan Niels van welk artiest? Ja, van Skinny Riddy. Ja, oké, ze moeten ook nog, sommige dingen moeten ze dan nog wel leren. Lynyrd Skynyrd, Niels, hè? Niels? Lynyrd Skynyrd. Van Skinny Riddy. Ronnie van Zijn. Bart wil iets anders gaan zingen. Ja. Nessim op de piano. Ja. Eva en Bo gitaar. Jorik op bas. Niels op drums. Ik zat net achter stoel 13. Wie zit er nu? Stoel 13, rij 3. Rij 3. Jordan misschien? Zit jij op stoel 3? Stoel 13, sorry. 12. Wie zit er op 13? 13e. Even kijken naar de sponsor. Achter op de stoel staan sponsors, mensen. Deze theaterkijk die wordt niet zomaar neergezet. Er staan sponsors. Oh, wat staat er achter op je stoel? Welke sponsor? Toch even bij stilstaan. Eetwinkel Polly. Ah. Ja. Ik zag het net staan. Ik kan zeggen, theaterkerk mede mogelijk gemaakt, maar eigenlijk meer eindexamenleerlingen mede mogelijk gemaakt door Eetwinkel Polly. Ze eet ook goed.
13e nummer, Half Hearted. Deze kant moet ik zijn. De band heet We Three, maar jullie gaan met z'n tweeën doen, hè? Oké. Vind ik ook leuk. Ik vroeg net, ja, wie kent die band niet? Dat wordt dan nog verteld. En Carlijn kende de band en Jay-Lisa zei, laten ze horen. En zo laten ze elkaar ook nieuwe dingen ontdekken. Dat gebeurt bij muziek, ook bij wiskunde. We gaan luisteren naar Carlijn en Jay-Lisa. Haven't said a word, but you know what I'm thinking. Like I know what you're thinking. That's why both of us are drinking. Can you feel it in the air? Couldn't cut it with a bread knife. I'm too late for both your wet eyes. I'm aware, but I'm too scared to fight. The fighting is done, and nobody's won. So now we're just laying here with steaming empty guns. And half of my heart has always been yours. So now we're just laying here in pieces on the floor. Should've seen. Yes, I like it when you hug me. Cause I kinda feel you love me. Girl, I've never, never loved you. But something went wrong. Like our colors faded. Can you feel it in the air? The fighting is done, and nobody's won. So now we're just laying here with steaming empty guns. And half of my heart has always been yours. So now I'm just laying here in pieces on the floor. Like you. Zes mensen nu, denk ik. Super knap om dan de boel met elkaar overeind te houden. Het nummer heet Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus, nog zo'n icoon van deze tijd, denk ik. Waar jonge mensen zich aan op kunnen trekken. Die iconen die stellen goede vragen. Die stellen vragen over onze tijd, hoe we met elkaar omgaan. En er zijn veel dingen die we nog met elkaar moeten bespreken, waar we uit moeten komen. Die idolen die geven daar richting aan. En deze idolen hier, die zijn daarmee bezig. Dus als we eens goed naar de nieuwe generatie luisteren, dan worden we allemaal beter van.
Oeh, wat een moraal praatje nu, hè? Daar zou ik ook niet aankomen. We gaan genieten van Evi op gitaar. Ja, Kiki op zang. Lise gaat drummen. Reine gaat spelen. Op het synthesizer. Zeg ik dat dan goed of zeg ik dan iets geks? Synthesizer. En ze gaat ook zingen. Else gaat piano spelen. Julia gaat... Ben ik niet aan? Julia gaat bassen en zingen. Nu ben ik klaar. Instrumenten en dan valt het zo mooi samen. Het volgende nummer gaat ook een beetje over hoe dingen samenvallen. Het is Nederlandstalig, stil aan de overkant. En eigenlijk, toen ik het deze week even luisterde, gaat het over het dorp eigenlijk, over het platteland. Ja, in de stad is het leuk, maar de kracht van een gemeenschap, de kracht van een dorp, daar kan geen stad tegenop, denk ik. We zijn hier in Bemmel. Ik maak het mee van leerlingen die hier wonen of in de omliggende dorpen. Al die mooie dingen die zo'n kleine gemeenschap heeft. Het omkijken naar elkaar, het samen vieren.
vandaag maken we dat mee. Vanochtend maken we dat mee op een verdrietige manier en vanavond op een hele mooie manier. En wie ook met twee voeten midden in dit dorp staan, zijn al de mensen van deze prachtige plek. Zonder de medewerkers van de theaterkerk, zonder hun inzet en hun passie, was dit niet mogelijk geweest. En daar zijn wij als OBC super dankbaar voor. Dus het applaus van u komt, ja, is voor die mensen. Voor jullie gaan spelen, zingen, is ook spelen, Maxime. Waar ben jij? Ja? Maxime gaat zingen, Femke gaat zingen, Kiki op de bas, Els op gitaar en Evi gaat drummen. Ja, het draait maar door. Jullie blijven redelijk goed zitten, maar hier gaat het als een tierenlier door elkaar heen. Geniet ervan, de overkant is dus niet van Suzanne en Freek, maar van Femke, Maxime, Kiki, Els, Evi. Om over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ken elke achternaam in ieder plein, ik kon nergens liever zijn. Stil hier aan de overkant, maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon nog open langs, de weg kan blijven staan. En af en toe kan de smaken van de stad me nog verleiden. En vertellen van de dagen dat ik hier had moeten blijven. Ver van alles staan als iedereen. Stil hier aan de overkant, hier is mijn lucht nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon. Stil hier aan de overkant, iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Het is stil hier aan de overkant, geen discotheken te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Stil hier aan de overkant, dus de hartelijke groeten uit het westen waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Stil hier aan de overkant. Ja. Meegeschreven, meegeluisterd. Er kwam veel langs, hè? Maar het waren volgens mij wel dingen die gaan over wat er zo mooi is om in een dorp te wonen. Ja, het volgende nummer. We hebben een speciale gast. Misschien hebben sommige mensen al in het boekje gelezen. 4 pagina's is een boekje, toch? Ik kan hem overvouwen. Ze staat naast. Ik snap als je nog misschien niet door had wie er zou komen, want ze staat aangekondigd in het boekje onder de artiestennaam Arloes Witjes. Toen is nog steeds niemand. Wie zou er in hemelsnaam komen? Het is Marloes Witjes. Minstens zo knap. Nee, het is knap. Nee, het is sowieso fijn dat je Marloes. Ja, want, wat zeg je? Arloes. Moet ik Arloes zeggen? Het is je artiestennaam. Maar Lisanne, naast Arloes Witjes, die heeft, als ik me niet vergis,
van Lisanne het arrangement geschreven. Zeg ik dat goed? Het vioolarrangement bij dit nummer. Nou hoor ik u denken, bij welk nummer dan? Want een goede misdader Vos moet aan. Het is Lovely, Billie Eilish. Als je belangrijk bent, dan kom je vaak langs. Nog belangrijker zijn Larissa, Meredith, Nikki, Arloes en Lisanne, want die gaan het voor jullie spelen. Veel plezier. Lovely, dat was het. Oh, voordat mensen omlopen, net bedanken en dan omlopen. Dat is niet fijn. Hey, nu komen Elze en Julia. Met z'n tweeën. Zij, kun je iets vertellen tussendoor, want we moeten nog omkleden en zo. Maar dat hoeft niet meer, of wel? Ik heb mijn mop voorbereid. Wie wil horen achteraf, kun je mij opzoeken aan de bar. Broken Strings gaan ze voor jullie zingen. Goed, waar gaat dat nummer over? Ja, dat gaat dan weer over relaties natuurlijk. Maar ik kan jullie verzekeren, tussen Els en Julia gaat het hartstikke goed. Ja, ik heb net gevraagd. Eigenlijk alleen aan Els trouwens. Julia? Klopt, hè? Dat is jullie gewoon hartstikke goed gaat. Ja, oké, bevestigd. Veel plezier. Let me hold you.
try to forgive, but it's not enough to make it okay. You can play on broken strings, you can't feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real, but the truth hurts, the lies work. Zeggen, al deze leerlingen gaan examen doen over een paar weken. Dus we zijn met z'n allen aan het genieten. Maar laat ze een beetje met rust de komende tijd. Gaan ze niet bellen, kun je alsjeblieft op een feestje komen spelen. Want we zien heel veel mooie dingen. Na de show handtekening, dat kan allemaal wel. Bloemetjes afgeven en zo. Dan gaan ze 2 weken vakantie houden en dan gaan ze hun examens maken. Maar het is wel een hele mooie afsluiter van in ieder geval de schoollesperiode eigenlijk. Voor hun en ook voor ons. Lize die hoorde een liedje op de radio. Toch Lize? Ja, we horen allemaal wel eens een liedje op de radio. Maar hierbij dacht ze, als we dat eens gaan spelen op het eindexamenconcert. Alles is liefde. Is alles liefde? Ja. Oké. Wat zouden we daar nog over kunnen hebben met elkaar? Voor dingen zijn die anders zijn. Alles is liefde. Voor jullie gaan spelen, ik kan wel kijken, ik weet het eigenlijk wel. Lisanne gaat de bas spelen, Jay, Lisa en Nikki gaan zingen. Lize op drum. Is het overdreven dat ik nog steeds iedereen aankondig eigenlijk? Nee, kennen jullie ze inmiddels wel? Nee. Nee? Oké, dan ga ik toch nog even zeggen dat Larissa en Meredith gitaar gaan spelen. Alles is liefde. Veel plezier. This is
allerkleinste beetje durf te dromen. En weet je, alles is op liefde voor die stilletjes verlangt. Het enige cadeau dat iemand nog verwacht heeft, van niemand had gedacht. Het ooit te zullen geven, alles is liefde. Ja, het antwoord is ja. Ik heb het gezien. Jullie hadden gelijk. Voordat het laatste nummer gaat komen en jullie daar allemaal kunnen zeggen. Het laatste nummer komt een keer. Doen we het ene laatste nummer. Ja? Nog één. Ja. Hij viel aan deze kant op. Nog één keer stevig rocken met Zombie. En gaan we jullie doen. Jente, Larissa, Bent, Lisanne, Mink, Eva, Jorik. Applausje. It's the same old tape since 1960.
Nog zo'n cliché, aan alle mooie dingen komt een eind, ook aan deze avond. Ja, nu mag je. Ik denk dat ik namens alle leerlingen spreek dat het een eer was om voor jullie te mogen spelen. Ik denk dat ik voor alle mensen het publiek spreek als ik zeg, het was een eer om naar jullie te mogen luisteren. Klopt het dan? Dat klopt het, hè? Ja. Deze avond was, ik denk dat er geen mooiere manier is om de meivakantie in te luiden dan dit. En dank jullie wel daarvoor. Dank je wel, Philomee. Dank je wel, Arloes. En dank je wel, Tim. En vooral jullie allemaal en jullie ouders en familie en vrienden die ook deze avond mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk de theaterkerk. En een heel hartelijk applaus voor iedereen nog één keer en genieten van de finale. Yeah.